En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een anti-haul voor jullie. Ik heb al één keer een anti-haul gemaakt, echt al een aantal maanden geleden. En het leek me wel weer leuk om weer zo'n soort video te maken voor de mensen die niet helemaal begrijpen wat een anti-haul nou precies inhoudt. Het is ook een beetje een best wel apart concept. Iedereen weet wat een haul is, dat je gaat vertellen over wat je hebt gekocht, wat je hebt gekregen, dat je gewoon allemaal gaat laten zien wat je allemaal voor spulletjes hebt gekocht. Een anti-haul is dat je gaat vertellen wat je niet gaat kopen. Het is dus best wel apart, maar ik vind dit soort video's altijd best wel leuk. Ik ga dus vertellen welke producten ik online heb gezien en ik niet ga kopen. En aangezien ik een beauty make-up kanaal heb, gaat het allemaal over make-up. Dus alle make-up producten die ik heb gezien online, die mij niet echt aanspreken, voor welke reden ook. Ze spreken me gewoon niet aan en ik ga er niet mijn geld aan besteden. Dus het is een beetje een video vol met vooroordelen, want obvious heb ik alle producten die ik vandaag ga benoemen nog nooit gebruikt, want ik ga ze niet kopen. Maar je kunt af en toe gewoon al online zien. Aan de foto's kun je al wel gewoon zien van dit spreekt me aan of dit niet. En ik ga ook goed vertellen waarom iets me niet aanspreekt. Grote disclaimer: als ik het vandaag ga hebben over iets wat jij heel goed vindt, prima, do you. Maar voor mij persoonlijk spreken deze producten mij gewoon niet echt per se aan. En dan weet je ook gelijk wat je dus niet kunt verwachten van mij op mijn kanaal. Dus niet dat je op iets wacht, op een collectie wacht. Dat je wacht op mij totdat ik hem ga reviewen. Dan weet je tenminste nu al gewoon gelijk welke producten ik in ieder geval niet ga reviewen. Terwijl ik praat over alle producten die ik dus niet ga kopen, ga ik me ook opmaken. Ik ga weer een beetje vandaag een herfstachtige look maken. Het wordt een beetje een donkere herfstlook. Dat vond ik wel gepast voor dit seizoen. Aangezien we in de herfst zitten. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dit nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Klik ook op het belletje naast abonneren. Zodat je echt notificaties krijgt als ik iets upload. Want YouTube heeft totale scheid aan ons. En ook al upload ik een video, krijg je hem toch niet altijd te zien. Dus klik op het belletje. En ja, dan gaan we gewoon snel beginnen. Oké, omdat ik vandaag vooral heel veel ga praten, kan het zijn dat ik niet heel de tijd vertel wat ik precies gebruik. Maar ik zet beneden in de beschrijving een hele lijst met alle make-up producten die ik vandaag ga aanbrengen. Ook zoals je kunt zien heb ik kleurlenzen in. Mijn kleurlenzen zijn altijd van Alice Lenses. Deze kleur heet volgens mij Genevieve of zoiets. Maar ook dat zet ik beneden in de beschrijving. Ik vond deze kleurlenzen echt perfect voor deze look die ik vandaag ga maken. Het oogschaduwpaletje die ik ga gebruiken is mijn fave NYX Ultimate Utopia palette. Dit paletje is echt een van mijn fave paletjes. Dus als je nog op zoek bent naar een goed herfstpaletje, ik raad deze zeker aan. Ik heb er ook een hele video over gemaakt en daarin heb ik ook 2 ooglooks hiermee gemaakt. Dus dit is wat we vandaag gaan gebruiken. Maar allereerst ga ik beginnen met het primen van mijn oogleden. Ik gebruik daarvoor mijn P. Louise Rumor Base in de kleur 01. Oké, nou ik zie er nou echt super spooky uit, maar we gaan oogschaduw aanbrengen en dan is het straks weer helemaal goed. De eerste collectie waar ik het over ga hebben, die ik niet ga kopen, is een samenwerking van Morphe met Nikita Dragon. Ik moet zeggen dat eigenlijk de collectie me wel aanspreekt. Ook het oogschaduwpaletje, ik vind de kleuren heel erg leuk. Echt, de hele collectie spreekt mij eigenlijk gewoon compleet aan. Wat mij alleen niet aanspreekt, waardoor ik de collectie niet ga kopen, is Nikita Dragon. Ik ben geen fan van haar. Voor de mensen die haar niet kennen, zij is een beauty vlogger. Ze is transgender. Ze was een man, ze is nu een vrouw. Ze is by the way ook een van de knapste transgenders die ik ooit heb gezien. Ik vind haar echt prachtig. Maar ik ben niet zo'n fan van haar innerlijk. Ze heeft heel veel foute dingen gedaan. Ik ben ook echt een persoon die collecties van mensen niet koopt als ik de persoon erachter niet support. Ik weet dat er ook mensen zijn die iets hebben van ja, daar heb ik echt scheid aan. Als ik gewoon de make-up goed vind en ik vind het gewoon mooi, dan bestel ik het gewoon. Maar indirect support je dan toch wel gewoon die persoon. Want als ik die collectie koop, dan gaat mijn geld in haar zak. En ik wil haar niet supporten. Een van de dingen bijvoorbeeld wat ze heeft gedaan, is dat ze geen respect heeft voor mensen hun afkomst. Ze had ook getweet van welke afkomst ga ik vandaag zijn. En dan de ene keer maakt ze zich helemaal zo heel donkerbruin, alsof ze een donker persoon is. En zeg maar dat soort dingen. En dat vind ik gewoon allemaal een beetje raar. En het boeit er ook allemaal niks. En ze doet gewoon een heleboel rare dingen. Ze had ook een keer een fotoshoot. En toen stond er zo een security man naast haar. En ze stond daar zo voor die camera's. En hij stond kennelijk in haar foto of whatever. En ze keek hem ook echt zo aan. En ze deed echt zo van, ga weg. Echt op zo'n hele gemene manier. En toen zette hij ook echt zo een stap naar achter.
En als ik dat soort bitchy, gemeenachtige gedrag zie, nou, daar ben ik echt niet van gediend. Als ik iets haat, is het bitchy, gemene mensen. Dus al die dingen combined, heb ik iets van, ja, ik wil haar eigenlijk niet echt supporten. Dus ja, dat is dus een beetje de reden waarom ik die collectie niet ga kopen. Ik moet wel zeggen dat ik wel echt een persoon ben van tweede kansen. Ik ben echt all about mensen kunnen veranderen, mensen maken fouten. En ik vind, ik ben niet echt van het, oh, iemand maakt een fout, klaar, die persoon is gewoon afgeschreven. Totaal niet. Dus altijd als ik zie dat iemand een fout maakt en dan uiteindelijk opbiegt van, oké, sorry, dit was een fout, niet zo bedoeld, whatever, dan ben ik altijd gewoon weer van, oké, nou, dan is het weer goed, we maken allemaal fouten, niemand is perfect. Maar als ik zie dat iemand continu hetzelfde gedrag vertoont en het ook gewoon helemaal niet boeit, ja, dan vind ik dat altijd wel een beetje raar en dan wil ik die persoon ook niet meer supporten. Dus ja, dat is een beetje hoe ik in elkaar zit. Dus vandaar dat, ondanks dat ik die collectie wel mooi vind, ik hem niet ga kopen. Een andere collectie die mij niet echt aanspreekt is Nabla. Hun hebben nou een nieuwe collectie met een beetje van die nude kleurtjes en zo. Het is echt een prachtige collectie, hoor. Ik vind hem gewoon echt prachtig. Waarom ga ik hem niet kopen? Omdat ik al 100 van dat soort kleuren heb. Het is gewoon zo'n bruinig nude paletje. Heel erg mooi, daar niet van. Maar ik moet zeggen dat ik echt al superveel van dat soort paletjes heb. Als iemand iets heeft van Sarah, dat paletje is supergoed. Je moet hem echt halen of ik wil hem gewoon heel graag zien op jouw kanaal. Haal hem alsjeblieft, review hem. Wij willen hem heel graag zien. Let me know, dan sta ik er altijd gewoon voor open om iets alsnog gewoon te kopen. Maar ik persoonlijk, als ik het zie, denk ik niet per se, oh, dit moet ik echt hebben of zo. Het enige wat ik wel zou kopen van die collectie is hun nieuwe lippotloodjes. Ze hebben zo van die hele prachtige, nude-achtige lippotloodjes. En die zien er echt prachtig uit, dus die spreken mij wel aan. En dat soort kleuren heb ik ook niet heel veel. Dus dan spreekt iets mij wel aan, maar dat oogschaduwpaletje, het is ook niet echt goedkoop of zo. Als iets nou nog goedkoop is, dan heb ik nog af en toe iets van, nou, ik heb die kleuren al wel, maar ik vind het toch gewoon een leuk paletje. Ik ga hem gewoon alsnog halen. Maar ja, als het paletje dan ook echt 40 euro is, of wat het ook is, in ieder geval prijzig, dan nee, dan ga ik mijn geld er niet aan besteden. En er zijn nou zoveel oogschaduwpaletjes dat ik ook echt iets heb van, ja, het hoeft ook niet echt meer. Een andere collectie die je ook niet op mijn kanaal gaat zien is Revolution x Friends. Make-up Revolution heeft een samenwerking met de serie Friends. Ik denk dat iedereen die wel kent. Ik heb die nog nooit gezien, by the way. Volgens mij ben ik echt de enige die serie nog nooit heeft gezien. Als jij hem ook nog nooit hebt gezien, let me know. Want dan weet ik dat ik in ieder geval niet de enige ben. En dat is ook gelijk de reden dat die collectie mij niet aanspreekt. Omdat ik de serie nooit heb gezien. Dus ik ben ook niet echt een fan. En ik weet ook allemaal dingen niet. Ik heb wel een paar afleveringen gezien. Hier en daar vroeger. Ik weet wie Phoebe is. En ik weet al die namen en dat soort dingen. Maar ik heb het nooit echt gevolgd ofzo. Ik ga ook wat losse glitters aanbrengen van Technique Cosmetics. Deze donkergroene glitters. Kijk hoe mooi deze glitters eruit zien. Heel mooi donkergroen. Deze kleur heet Sarasota Shore of zoiets. En deze glitters ga ik aanbrengen een beetje over mijn hele ooglid. Om het een beetje sparkly te maken. Maar goed, dus de Friends collectie. Los van het feit dat ik niet echt een fan ben of zo, spreekt de collectie me ook gewoon niet aan. Kijk, als ik nou nog op zijn minst iets had gehad van, oké, de kleuren zijn echt prachtig en ik vind gewoon de collectie heel mooi, dan had ik het misschien gewoon alsnog gehaald. Maar de collectie spreekt me ook echt totaal niet aan. Ze hebben nou ook een deel 2. Ik weet niet of jullie daarvan op de hoogte zijn. Maar er is nou een Revolution x Friends deel 2 collectie. Dus ze hebben nog meer producten. En ook die spreken mij niet aan. Dus ja, de combinatie van het feit dat ik niet echt een fan ben van Friends en dat gewoon de collectie mij niet aanstaat, is voor mij reden genoeg om een collectie niet te kopen. Nogmaals, als jij de collectie wel heel graag alsnog wilt zien op mijn kanaal, laat het me weten. Want ja, als ik het niks vind, betekent niet dat jullie het niks vinden. En als jullie iets hebben van, ik wil de collectie alsnog zien, laat het me dan gewoon weten. Dan kan ik het misschien gewoon alsnog doen. Dat maakt mij verder niet uit. Maar ik zelf, nee, de collectie spreekt mij echt totaal niet aan, helaas. Als mascara gebruik ik deze mascara van de Body Shop. Dit is de Happy Go Lash Mascara. Een andere collectie, ook toevallig van Morphe, die ik niet ga kopen, is hun Holiday Collectie. En dat is dus geen samenwerking, dus dat heeft verder niks te maken met de persoon of zo. Maar dat is gewoon puur omdat gewoon de collectie mij niet aanspreekt. De kleuren spreken mij niet aan. Vooral van dat grote oogschaduwpaletje. Het zijn vooral een beetje mauve kleuren. Een beetje roze, paarsachtige kleurtjes. Ik vind ook dat de kleuren heel veel op elkaar lijken. Ik heb echt al een heleboel
oogschaduwpaletjes. Dus ik let altijd heel goed op. Oké, heb ik al zo'n paletje? Heb ik die kleur al? Is het echt waard? Is het een uniek paletje? En het is echt alles behalve een uniek paletje. Ik weet dat alles al is gemaakt. Dat alle kleuren al bestaan. Er is nou zoveel make-up dat je bijna niks meer unieks kunt maken. Maar toch kun je er nog wel gewoon iets mee doen. En je kunt echt wel gewoon je best doen. En ik heb het gevoel dat ze bij deze collectie niet echt hun best hebben gedaan. Ze hebben gewoon een paletje gemaakt. Ze dachten, we maken gewoon een paar rozige paarse kleurtjes. En that's it. Dan hebben we gewoon een holiday collectie en het is klaar. Ik zie helemaal niks unieks. Ik zie helemaal niks aparts. Prachtig paletje. Ook heel mooi voor heel veel alledaagse everyday looks. Je kunt er heel veel everyday looks mee maken. Beetje soft glam looks en dat soort dingen. Maar ik ben altijd wel van het uniek. En ik ben gewoon altijd op zoek naar unieke paletjes en die mij gewoon aanspreken en opvallen. En dat deed deze collectie gewoon totaal niet. Als snap wimpers doe ik mijn faves op. Deze van de Primark in de stijl 747. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Ik ben echt obsessed met deze ooglook. Ik vind het zo erg leuk. Ik ga nu beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met deze Pixi Priming Oil. Priming Olie. Vitamine C Balancing Brightening Priming Oil. En daar overheen breng ik deze Lottie London Foundation aan in de kleur Soft Scent. De volgende collectie die ik niet ga kopen is van Kiko, de Wonder Woman collectie. Ja, Kiko is een beetje irritant. Ik heb daar gewerkt. Ik heb daar anderhalf jaar gewerkt. Dus ik heb een beetje verstand van hun make-up. En Kiko heeft gewoon een vast assortiment met make-up producten die ze gewoon altijd verkopen. En daarnaast hebben ze heel veel limited collecties. Echt heel veel. Ze komen echt om de 3 maanden of zo weer met een limited collectie. Wat mij ook opviel aan die limited collecties is dat ze gewoon heel vaak make-up producten die ze al hebben uitgebracht weer opnieuw uitbrengen in een nieuwe verpakking. En dan denk ik echt van oké. Ten eerste is het al niet fijn als iets niet continu te koop is. Want dan vind je iets wat je heel fijn vindt, heel prettig vindt. En dan binnen een maand is het weer weg. Dus dat is al niet fijn. En ik vind het ook raar dat ze continu make-up weer herintroduceren. Gewoon in een andere verpakking. En dat vind ik gewoon een beetje raar. Is niet bij alle make-up obvious. Maar ik heb het vooral ook gezien bij de bronzers en zo. Die grote bronzers die komen gewoon heel de tijd terug in andere verpakkingen. En de Wonder Woman collectie vind ik ook weer echt zo'n collectie van ja, we willen gewoon weer eventjes opvallen en that's it. De collectie spreekt me echt totaal niet aan. De oogschaduwpaletjes zien er echt niet uit. Het is een beetje all about de verpakkingen. Die vind ik wel heel erg mooi. Maar ik heb het gevoel dat ze meer aandacht hebben besteed aan hoe het eruit ziet. En de verpakkingen. En de Wonder Woman team in plaats echt aan de daadwerkelijke product. Dan gaan we verder met Anastasia Beverly Hills. Haar mini soft glam paletje. Nou, ze hebben dus voor de feestdagen hun bekende soft glam paletje uitgebracht in een mini formaat. Hun soft glam palet, by the way, is echt amazing. Ik heb die ook echt een fantastisch paletje. En dan hebben ze voor de holidays, voor de feestdagen dus, die in het mini uitgebracht. En dan heb ik echt iets van, but why though? You did this for what? Why not? Why? Why not? Why though? Breng gewoon een nieuwe collectie uit. Hoezo ga je iets wat al bestaat uitbrengen in een mini versie. Als iemand dat paletje wil, ten eerste heeft hij hem al, want dat paletje bestaat al jaren. En als ze hem niet willen, dan willen ze de mini versie vaak ook niet. Er zullen vast wel een aantal mensen zijn die misschien het grote paletje niet kunnen betalen en wel happy zijn met het mini paletje. Dat begrijp ik ook echt volkomen. Maar ik vind het een beetje een cash grab. Een cash grab is een Engelse term voor dat je iets doet echt alleen maar voor het geld. Je hebt verder geen andere reden ervoor. Je doet het puur alleen voor het geld. En die indruk heb ik een beetje met deze gekke feestcollectie van hun. Die basically al bestaat, maar dan hebben ze er gewoon iets anders van gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Dat is een beetje manipulatief. Want ja, dan doen ze helemaal, kijk, we hebben een nieuwe collectie. Terwijl het is gewoon iets wat al bestaat. Als concealer gebruik ik mijn Tarte Shape Tape in de kleur Medium Scent. Nee, light medium scent is dit. Volgende is Huda Beauty haar Haze paletjes. Huda Beauty brengt echt superveel oogschaduwpaletten uit. En ze heeft altijd haar grote paletjes die altijd amazing zijn. En ze heeft haar kleine paletjes die niet altijd even amazing zijn. Een aantal paletjes zijn wel goed, maar ik merk altijd in haar kleinere paletjes dat ze af en toe echt gewoon super slecht zijn. En de Haze paletjes, ze zijn echt prachtig. Ik vind het een heel mooi concept. Ik vind de kleuren heel erg mooi. Maar het zijn een beetje kleuren die ze al heeft in de grote paletjes. En het spreekt me ook allemaal niet aan. En omdat ik al vaker de kwaliteit van haar kleine paletjes niet zo goed vond, heb ik besloten dat ik eigenlijk haar kleine paletjes niet meer echt wil inslaan. Behalve als het me echt aanspreekt. Als het nou echt uitkomt met kleine paletjes waarvan de kleuren echt amazing zijn en ik echt iets heb van wow,
dit is echt uniek en dit spreekt me echt aan. Dan wel, maar over het algemeen haar kleinere paletjes, nee. Ik heb laatst haar grote paletje gekocht, haar Naughty Palette. Daar heb ik ook een video over gemaakt op mijn kanaal. Dat paletje is echt weer zoals gewoonlijk echt amazing. Maar die kleine paletjes, ik vind echt helemaal niks. Ik vind de kleuren wel heel mooi voor de herfst, maar ja, dan heb ik ook iets van ja. Ik denk dat iedereen wel een paletje heeft thuis met die kleuren. Dus ja, voor mij, die paletjes spreken mij niet echt aan. Als poeder gebruik ik mijn e.l.f. poeder. Dit is de matte setting poeder. En het volgende product die ik niet ga kopen is ook weer van Nabla. En dat is de Viper Lip Plumper, als ik het goed uitspreek. Dat is een soort van lipgloss die ervoor moet zorgen dat je lippen wat voller worden. Dat hele concept heb ik altijd eens van oké, we get it. Er zijn echt al zoveel lipglossjes geweest die zogenaamd je lippen voller moeten maken. Wat ze gewoon niet doen. Het enige wat ze doen is je lippen er helemaal afbranden en that's it. En als ze dan de illusie geven van iets vollere lippen, dan is dat voor like 3 minuten en dan is het weer weg. Dus ja, dat trucje, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Als iemand dat product heeft en iets heeft van Sarah, jawel, hij is echt super goed. Je lippen worden, lijken echt voller. En het blijft ook echt voor een aantal uur. Dan let me know, maar die indruk heb ik echt totaal niet. Bij dat soort claims heb ik altijd, okay, we get it. Dat soort dingen werken echt nooit. Ik heb echt nog nooit zo'n product gebruikt en iets gehad van ja, dit werkt echt. En zoals ik al net zei, als het dan werkt, dan is het echt voor 1 minuut en dan is het weer klaar. En niemand gaat de hele dag, elke 5 minuten opnieuw de gloss aanbrengen. Dus ja, vandaar dat dat product mij totaal niet aanspreekt. Want deze poeder maakt mijn gezicht altijd zo ontzettend mat. Mensen met een vettige huid, oh my god, dit gaat echt geweldig zijn voor jullie. Gaan we ook een beetje contouren met mijn kapotte Revolution paletje. Ik gebruik deze kleur om mijn wang te contouren en mijn neus. Een paletje die ik ook echt absoluut niet ga kopen is van NYX Cosmetics. Ze hebben een nieuw paletje en die heeft maar liefst 80 kleuren. Kijk even dit paletje. Het is echt een super groot paletje. Super veel kleuren. Ook wel een beetje aan de dure kant. Maar dit soort grote paletjes met echt like 80 kleuren en dat de kleuren ook allemaal zo heel mini zijn, vind ik altijd een beetje cheap ass. Dat is een beetje goedkoop. Ik weet nog, vroeger had je een heleboel van dat soort paletjes. Ook een heleboel van Makeup Revolution. Die had altijd heel veel van dat soort paletjes. En dan voor een hele goedkope prijs. Die van NYX is dan wel iets duurder. Maar je had hier ook altijd heel veel voor heel goedkoop. Dat soort paletjes werken gewoon bijna nooit goed. Het zijn gewoon te veel kleuren. En als je wilt dat de formule van al die kleuren heel erg goed gaat zijn, van elke 80 kleuren, dus elke kleurtje moet goede kwaliteit zijn, veel pigment, goed blenden, dan zou het paletje uiteindelijk super duur moeten zijn. En dat zijn die paletjes gewoon nooit, want anders gaat niemand ze kopen. Waarom wordt mijn neus zwart? Ik denk dat ik een beetje zwart heb hierop. Oh my god. Ik ga gewoon even mijn hele neusmake-up eraf halen en het opnieuw doen. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, ik ben er weer. Ik heb even mijn neusmake-up opnieuw gedaan. Wat soort van is gelukt. Maar ik had dus per ongeluk zwart op die kwast. Even mijn Maximo Fixing Spray sprayen. Oké, waar was ik nou gebleven? Oh ja, dat grote NYX paletje. Ja, de kwaliteit van dat soort hele grote paletjes is gewoon bijna altijd slecht. Dus altijd als ik dat soort paletjes zie van echt 80 kleuren, 120 kleuren, 100 kleuren, dat soort dingen. Ja, daar ga ik gewoon niet aan beginnen. Dat is een beetje altijd zo kindermake-up-achtig. Oké, even snel mijn ogen afmaken. Ik doe dit zwarte oogpotloodje van Pixie in mijn onderste waterlijn. En dan ga ik ook de zwarte kleur uit dit paletje aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan blend ik die kleur uit met deze bruine kleur hier. Die twee kleuren heb ik ook aangebracht hierboven. En dan wil ik ook dat er een beetje groen onder komt. Deze groene kleur heb ik gebruikt hierboven. Dus die ga ik ook een heel klein beetje onder aanbrengen. En dan pak ik deze hele lichte nude kleur. Hier zitten hele lichte glitters erin. En die kleur ga ik dan aanbrengen zo in de binnenste ooghoek. Om het daar een beetje te verlichten. En een heel klein beetje onder mijn wenkbrauwen. En dan als laatste ook de mascara op de onderste wimpers. Deze ooglook, jongens, ik vind het zo erg leuk. Dit heeft me echt heel veel tijd gekost. Ik ben echt al heel lang aan het filmen hier, but I love it. Ik ga mijn gezicht bronzen met de Revolution Mega Bronzer in de kleur 02 Warm. Een make-up set die ik ook niet ga kopen is van W7, de Gingerbread set. En dat is een set van een bruine bronzer en een bruine lipstick. Die set lijkt heel cute. Ik ben ook altijd echt totaal van de bruine kleuren. Dus die lipstick lijkt me ook heel erg mooi. Mijn probleem is alleen met de bronzer. Bronzer is een gezichtsproduct. Dus het moet matchen met je huidskleur. Hoe kunnen hun een set maken met 1 kleur bronzer voor elke huidskleur? Dat kan niet, dat bestaat niet. En volgens mij is het ook een glanzende bronzer en daar ben ik ook niet van. Dus de kans dat die bronzerkleur gaat matchen met mijn huidskleur is zo ontzettend klein. Al val ik wel altijd in de medium kant
categorie. Dus heb ik wel altijd een van de grootste kansen om te matchen met een kleur die kennelijk voor iedereen is, maar toch. En ik denk, ja, je kunt niet een set maken met een bronzer in één kleur voor iedereen. Ja, dat gaat gewoon niet. Je kunt mij gewoon niet vertellen dat die bronzer kleur gaat matchen voor iedereen. Dus vandaar dat die set mij totaal niet aanspreekt. En ja, ook omdat die volgens mij glanst. Ik hou niet van glanzende bronzers. De bronzer die ik nou opdoe is ook gewoon mat. Daar hou ik van. Ja, vandaar dat die set mij niet aanspreekt. Maar ik vind hem wel heel cute. En de lipstick spreekt mij dus wel aan. Voor blush gebruik ik een blush van Makeup Studio in de kleur Soft Peach. Is een hele mooie beetje rozige peachy kleur. Het is een baked blush, dus hij heeft een glans er doorheen. Ik heb een kortingscode voor hun website. Staat beneden in de beschrijving. Altijd geldig. En dan heb je een beetje korting op een hele website. Een oogschaduwpaletje die ik ook niet ga kopen is van Too Faced. En dat is hun Pumpkin Palette. Die kleuren spreken mij ook echt totaal niet aan. Dat zijn echt zo van die kleuren die echt al in 100 paletjes bestaan. Ik vind het concept wel heel cute van pumpkin. En dat is dan heel leuk met herfst en zo. Bla bla. Ik snap het hele concept. Het is een heel leuk concept. Alleen ja, het paletje spreekt mij gewoon totaal niet aan. Ik moet zeggen dat van Too Faced, ik heb geen enkel oogschaduwpaletje van hun. En dat komt ook echt omdat hun paletjes mij nooit aanspreken. Ik ben bij hun ook altijd in de war, omdat al hun collecties lijken op elkaar. Al hun collecties zijn ook zo heel super druk. Dat is een beetje hun ding. Daardoor zie ik af en toe door al het bomen het bos niet meer bij hun. Ik ben altijd een beetje in de war. Oké, is dit nieuw? Bestaat het al? Het lijkt allemaal zoveel op elkaar. Dus het spreekt mij echt nooit aan. Als highlighter gebruik ik deze van Milani in de kleur Champagne. Dit is echt mijn fave highlighter. Kijk even hoe mooi dit is. Niet te doen. Kijk die glow. En dan de lippen, jongens. Wat gaan we doen voor lippen? Ik ga sowieso voor heel nude, want de ogen zijn best wel heftig. Als lippotloodje gebruik ik mijn Morphe Sweetie Lip Pencil. En dan dit Huda Beauty lipstickje in de kleur Station. Is een hele mooie nude kleur. Oh, deze lipstick kleur. Ik vind hem altijd zo mooi. Ik heb hem ook al 2 keer gekocht. Zo fijn vind ik hem. I like it. Oké, en dan als laatste fixing spray. Dan zijn we klaar. Ik ga even kijken. Ik ga mijn Body Shop Vitamine C spray gebruiken. Nou jongens, dit was dan mijn anti-haal video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Wat vinden we van de look? Vinden we de look mooi? Het is echt een prachtig look voor mensen met groene ogen, lichte ogen. Daarom heb ik ook mijn kleurlens ingedaan. Super mooi. I love it. Echt een ideale, heftige herfstlook. Ook heel leuk met kerst of zo. Vind ik het ook wel leuk. Echt een feest. Achtig lookje. Het is niet echt een everyday lookje. Dat begrijp ik volkomen. In ieder geval, dit was dus mijn anti-haul video. Alles wat ik vandaag heb genoemd zijn dus producten die je niet per se hoeft te verwachten op mijn kanaal of op mijn Instagram. Het kan zijn dat ik nog iets krijg in PR of zo of whatever. Dan ben ik altijd wel gewoon geneigd om het te proberen. Maar vooralsnog zijn al deze producten die ik niet ga kopen. Als er iets bij zit wat je alsnog graag wilt zien of al hebt, even supergoed, let me know. En dan kan ik er misschien toch alsnog over nadenken om het gewoon alsnog te bestellen. Maar ik hoop dat jullie weer van de video hebben genoten. Ik ben echt van de positieve, blije video's. En dit soort video's zijn nog altijd een tikkietje negatiever. Maar ik vind het toch altijd wel heel leuk om dit soort video's alsnog te maken. En ik hoop jullie ook. Dus let me know beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!